Welkom bij Harlingen Ontdekt. Zoals jullie weten is deze week het jubileumjaar van het lanenkaatsen. Vandaag de 5e aflevering. Wij ontmoeten Theo weer en krijgen uitleg over de keurmeesters. Gaan we het hebben over de scheidsrechter en de keurmeesters. Theo. Ja. Nou, ik ben onmisbaar. Dat weten we allemaal. Ja. We hebben op het ogenblik zo'n tegen de 45 à 50 keurmeesters. Zo. Want je hebt in elk perk binnen wel een stuk of 4 à 5 keurmeesters. Hè, op een lijnen. Eén is de keurmeester die bepaalt waar de blokjes komen te liggen, de kaatsen. Dus het is heel belangrijk dat we die man hebben. En we hebben dus één hoofdscheidsrechter, ook een zeer belangrijk figuur. Dat is Luwe Brandsma. Ja. En die is al een aantal jaren onze hoofdscheidsrechter, daar ben ik zeer blij met. Nou ja, en die hebben samen bepalen ze dat het allemaal verloopt zoals wij verwachten. En eerlijk gezegd, binnen er weinig grote problemen. Natuurlijk is er wel eens even wat hassenskraberij over een bal die net of wel of niet kwaad was of hoe dan ook. Ja. Maar dan komt Luwe daar even bij en die neemt een beslissing en dan is het weer goed. Is klaar. Maar we zijn ontzettend blij met alle keurmeesters. Ja. Hey, we zitten hier bij Arge Tichelaar. Arge, zit achter de telegraaf. Ja, telegraaf is. Telegraaf is. Ja. Ja, een erebaan. Ja. Is je wel, hè? Ja. Maar zo Mel moet opletten, hè? Ja, zeker. Maar hoe lang doe je dit al? Ja, dat is 30. Een jaar of? 30. 13? 30. 30? Maar dan bist je keurmeester geweest? Ja, keurmeester geweest. Ja. En dit is even beter? Ja, even nood, hè? Ja. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja, okay. Ja. Maar dan best een hoop bij het kaatsen, hè? Ja. Ook bij Eendracht? Ja. Ja. En altijd bij de lanen natuurlijk. Ja. Ja. En dat blijf je nog lang doen? Zolang de zon bent, doen we het wel. Precies. Nou, hartstikke mooi. Bedankt, Arge. Dit was alweer deel 5, morgen de laatste aflevering. Dit was Harlingen Ontdekt. Wij danken de organisatie van het lanenkaatsen als mede Harlingen Boeit. Dit waren Rijn en Urbo. Graag tot een volgende keer.